Hey lief allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Ik heb echt zo goed nieuws. Ik heb goed nieuws, ik heb leuk nieuws. Ik ben helemaal blij, ik ben helemaal gelukkig. Echt niet normaal. Wat er namelijk is. Ik heb nog niet zo heel lang geleden besloten om iets waar ik mee zat te delen in een YouTube video. En ik was er heel erg zenuwachtig over. Oh, dat is echt verschrikkelijk. Ik heb moeite gehad. Ik twijfelde. Ik vond het verschrikkelijk. Ik heb namelijk in een video waarin ik heb verteld hoe mijn rechtszaak was gegaan. Aan het einde nog heel veel als een soort van voice-over aangegeven. Wat nou eigenlijk een beetje de reden was waardoor ik wat minder motivatie kreeg voor YouTube. Dat kwam omdat ik van mijn management af wilde. Die een deel van mijn inkomsten hielden. En het is gelukt. Ik heb de hulp ingeroepen van de persoon met wie ik toen de tijd, in 2015, een contract heb getekend. Zowel mondeling overeenkomst heb gehad, zowel schriftelijk als in een contract. En ja, mijn rechten staan daar gewoon in. En ik had gewoon vol het recht om ervoor te kiezen om zelf verder te gaan. Of om lekker te blijven bij een management. Maar omdat ik er natuurlijk van af wilde, heb ik zijn hulp ingeschakeld. En op een hele kinderachtige, rare, onbegrijpelijke manier is het wel gelukt. Is dit de allereerste video waarin de inkomsten 100% voor mij zijn. En daar ben ik heel blij mee. Nou, deze video had ik dus eigenlijk op woensdag online moeten zetten. Maar ik was dus zo erg bezig met mijn kanaal van loskrijgen en weer terugkrijgen. Dat het eraan zat te komen dat het ging lukken. Toen was het gelukt. En wat er dan gebeurt als je losgaat van een MCN. Dus een weggaat bij het MCN. Multichannel Network. Dus waar je kanaal bij aangesloten zit. Dan gaan je inkomsten allemaal uit. En dat is niet erg. Want ik kon me gewoon weer aanmelden bij YouTube Partner Program. En ik ben toegelaten. Dus ik kon weer mijn inkomsten aanzetten. Dus ik dacht, oh my god, niet normaal. De eerste video die online gaat komen wil ik natuurlijk wel met inkomsten voor mezelf hebben. Dus heb ik heel eventjes gewacht. En heb ik nu de inkomsten aangezet van al mijn vorige video's weer. Die stonden natuurlijk allemaal weer uit. Dus die zijn allemaal weer aan. En ook voor deze video. En dat gaat allemaal in mijn zak. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En dat is dus de reden dat deze video eventjes 2 dagen later was. Dat was even een geregel. Dat moest even gebeuren. Je moet helemaal goedgekeurd worden. Dat gaat door zo'n proces heen. Dus dat. Ik ben er weer. En ik ben helemaal blij en helemaal gelukkig. De vlog is nu dus eventjes op vrijdag. Dan komt er gewoon even een zondagvideo. En woensdag weer een vlog. Vrijdag een huisvideo. Eindelijk weer. En ik kan lekker weer vanuit huis. Vanuit mijn eigen safe haven weer aan de slag. Het is niet normaal hoe blij ik ben. Dus we gaan nu kijken naar de vlog. In deze vlog ben ik geïnterviewd door Edith Chanel. En dat is naar mijn gevoel niet helemaal gegaan zoals ik het voor ogen had gehad. Dat zit in deze video. En ik ga even eindelijk antwoord geven op al die vragen over een heel spannend iets. Namelijk mijn hoop. Niet spannend at all. Dus veel plezier met kijken. En bedankt voor het kijken. Hey, Alice, kijk naar weer een nieuwe vlog. Dit is de eerste vlog sinds de Italië vlogs. Ik heb, omdat ik natuurlijk heb gevlogd op vakantie, ook eventjes vrij gehad van vloggen. In de zin van weekvloggen echt. En dat heb ik een beetje iets te lang doorgepakt, want het is inmiddels vrijdag. Normaal gesproken begin ik op maandag, maar ik begon even op vrijdag. Afgelopen week, ja, gewoon binnengebleven, niet zo heel veel gedaan, zeg maar. Dus dat. Vandaag ben ik dus gewoon thuis aan het werk. En ik zit nu even in mijn kantoor. En kijk, deze megadoos. Kijk hier. Megadozen. Ik ben ergens mee bezig met het inrichten. Oh, hi Mop. Loop maar door. Ik vind dat een van de schattigste geluiden. Oké, ik doe een paar passen, dan stop ik weer. Dan gaat zij lopen. Okay, dat is zo cute. Bezig met een makeover van iets. In samenwerking met iemand. In een bedrijf. Oh jongens, dat is zo fucking vet. Maar dat duurt nog wel heel eventjes. Sorry. Maar dat heeft gewoon te maken met levertijden. Waar ik nu mee te maken heb. Die was ook iets wat ik vandaag echt aan het doen ben.
En ik ben vandaag mega lui. En ik had me weer voorgenomen om de voorraadkast een beetje leger te eten. En ik had nog couscous dat open is. Echt al een tijdje. Het is nog wel heel lang goed. Want pasta, couscous, het gaat zo lang mee. Maar ik ga dat dan gewoon even opmaken. In plaats van dat ik bijvoorbeeld weer iets nieuws ga kopen. Dus dat is ook een beetje mijn missie geweest afgelopen week. En ook niet afwegen. Allemaal op gevoel. Zo verschrikkelijk. Eigenlijk zou ik dit soort shit helemaal niet moeten delen met jullie. Want het is gewoon gênant wat ik soms eet en drink op een dag. Nu, ja, dan ben ik gewoon lui of zo. Dan heb ik nergens zin in. Dus nu ga ik gewoon couscous eten met olijfolie. Een beetje zout en peper. Chili kruiden. Ik denk dat dat is wat ik nu even ga eten. En wat ik ook vandaag even wilde doen is weer hula hoepen. Dat heb ik zo freaking lang weer niet gedaan. Of in ieder geval, dan doe ik het weer 1 keer, 2 keer of zo. En dan niet echt in mijn routine. Maar ik wil het gewoon weer elke dag een half uur gaan doen. En daar wil ik nu dus mee beginnen. Maar ik heb eigenlijk ook echt zin om dat dan gewoon even goed bij te houden. Weet je wel, dat ik het gewoon echt elke keer ook vlog en ga laten zien. Gewoon iets ga afstrepen. Misschien ook ga turven of I don't know. Maar ik wil het gewoon weer echt gaan oppakken. Want ik sport ook al niet meer. Eigenlijk sport ik al niet meer goed sinds we verhuisd zijn. Ik heb toen nog wel eens een keer gesport. Weet je wel, ik ben gewoon een keer velo gaan doen. Ja, mocht je dat weten. Ik ging altijd bij Felicia. Bij velo fietsen. Hoe heet het ook weer? Cycling. Spinnen heet dat. Zij is weg. She left us. Ze is verhuisd naar Brussel en is daar gaan werken. Ze is een soort van gescout en is daar aan de slag gegaan. Super vet. Maar nu heb ik zoiets van, ja, ik heb bij niemand anders het gedaan dan bij Felicia. Maar Loes die doet het wel bij andere mensen. Ook bij Velo en ook bij Rosecycle. Ik ben nog nooit bij Rosecycle ook geweest. En zij zegt dat sowieso Felicia het zwaarst was. In de zin van de exercise die Felicia geeft, dat dat heel heftig was. Nou, dat vond ik ook altijd. Nou, dat is ook wel fijn dat ik dan naar iemand toe ga. Dat ik het misschien wat minder zwaar ga vinden of zo. Maar ik moet me er echt toe zetten. Want er is gewoon weer €60 afgeschreven voor mijn ClassPass abonnement. Terwijl ik sinds corona, sinds april of maart of zo. April, sinds april heb ik hem op pauze staan. Dus ik weet niet hoe dat is gekomen. Maar ja, ik kan net zo goed die credits wel even gewoon gaan gebruiken. Want ik heb het nu helemaal betaald al. Oké, ik ben dus bezig met die couscous. En als je al gek van me wordt, moet je het zeggen. Maar daar is die weer. Koop deze alsjeblieft. Echt waar, ik gebruik het in alles. Het is zo lekker. Als ik bijvoorbeeld een broodje ei maak, dan bak ik mijn ei hierin. Nu gaat het door mijn couscous. Het gaat door salades. Ik weet ik veel, bak mijn vleesvervangers erin. Het is echt lekker. Inmiddels ben ik echt mega bezig geweest met opruimen. En heb ik allemaal spullen gevonden die ik ga verkopen. Dat heb ik nu even snel gedaan via Instagram. Dat gaat altijd super snel. Gewoon even een filmpje, fotootje van maken. En dan is het weer verkocht. 9 dingen nu al verkocht. En dat ruimt voor mij ook weer op. Het is wel apart. Want die komen dan allemaal uit. Die komen een beetje uit nog. Nou, verhuisdozen. In ieder geval slaapkamer 3. Mocht je me verhuis- of huisvlogs hebben gezien. Dan weet je een beetje waar ik het over heb. Er stonden nog allemaal dingen van een beetje echt ons oude huis, oude inrichting. Die ik nu dus toch maar echt weg doe. En één van de dingen die weggaan is onze iconic chair. Deze. Die stond natuurlijk in ons oude huis midden in de woonkamer. Maar die, ja, ik ben erop uitgekeken. Ik heb hem niet hier, ik heb hier in dit huis geen plek ervoor. Dus ik ben blij dat dat hij naar iemand anders gaat. End of an era. Want ook allemaal macramé dingetjes. Die gaan ook allemaal weg. En een ander luipaard dingetje voor op de grond. Of op een stoel. Whatever. Gaat ook weg. Het is echt apart. Helemaal. Inmiddels is het zondag. Ik zeg net tegen Zico. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Ik heb het gewoon niet gedaan. Ik ben het gewoon vergeten. Het zat even denk ik niet in mijn systeem. Maar dat maakt niet uit. We zijn er nu weer. Wat heb ik gisteren gedaan? Gegeten. Gerelaxed. En niet zoveel.
Dus jullie hebben echt geen shit gemist. En ik was nu even een beetje aan het opruimen, want ik had lekker op de bank gelegen gisteren. Dus ik ben het even aan het doen. Oké, we hebben net een soepje, die heb ik gemaakt. Of in ieder geval Zico heeft helpen snijden, dus we hebben hem eigenlijk samen gemaakt. Een soepje, courgette soep. En we hadden nog wat tomaten van het avondeten van gisteren, dus die zijn er ook in gegaan. Ja, ik heb zo trouwens zo'n soepmaker. Ik ben niet zo'n persoon die geweldige soepen kan maken from scratch. Helemaal met, weet ik veel, aardappel en wat iedereen allemaal doet en bouillon. Bij mij gaat het gewoon in zo'n soepmaker. Alles grof gesneden erin. De blender gaat erop. En het is wel heel erg lekker. Zo'n soepmaker. Dus mocht je soep lekker vinden, maar niet geen zin hebben om soep te maken of daar niet goed in zijn, koop dat. Trust me, het is super chill. Maar ik heb het al best wel vaak in vlogs laten zien. Dan denk ik, ja, dan ga ik het niet filmen. Behalve het eindresultaat dan. Ik ben zeg maar de Italië vlogs aan het editen. Maar daar ben ik dan al best wel lang mee bezig. Dus ik ben helemaal stuk. Ik ben gewoon niet zo snel meer met editen. Dus ik ben al een paar dagen bezig met al die vlogs. En dan heel vermoeiend. Ik heb wat op de hals gehaald om het elke dag te uploaden. En we hebben trouwens sinds kort een nieuw matras. En het lekkere is dat deze, dit de bovenkant van het matras, dat kan gewoon in een wasmachine. Dat is gewoon geweldig. 10 keer hygiënischer. Ons oude matras is ook best wel smerig. Gewoon een beetje van alles en nog wat. Weet ik veel. Ja, het is toch vies als je dat soort dingen daar altijd wel op ligt. En natuurlijk hebben een hoeslaken die ze nu af in de was. En daarna gaat deze. Onnodige info, hè? I know. Maar ja, als je een kat hebt of een huisdier dat op je bed slaapt, dan is dit wel echt een uitkomst dat je de bovenkant kan wassen. Hey, inmiddels is het maandag. En ja, ik film nu eventjes door. Wat er namelijk is, ik werd, wanneer was het? Vrijdag of zo? Gebeld door Editie NL. Dat is sowieso heel weird dat ik opeens gebeld werd. Ik heb nooit mijn nummer gegeven, maar blijkbaar journalistiek tools allemaal beschikbaar voor hun. Maar trouwens, ik klaag nu niet. Het is gewoon hun vak. Ik vond het eigenlijk echt heel erg leuk dat ik überhaupt benaderd werd. En oké. Voor een video die ik 5 jaar geleden heb geplaatst. Zij gaan met het onderwerp van die video wat ik daarin besprak, gaan zij een item maken. En of ik daar dus mijn kijker op wil geven, omdat misschien in 5 jaar tijd mijn mening veranderd is. Nou, dat is zeker het geval. Oh, sorry, ik schrok. Er stond iemand voor het raam. Hi! En in 5 jaar tijd is mijn mening zeker veranderd, want waar het over gaat is het bleken van je tanden. Dat zelf thuis te doen. Nou, inmiddels moet ik jullie ook zeggen dat die video van mij offline is, want ik, sta er gewoon niet helemaal achter dat dat nog op mijn kanaal staat. Dat ik zoiets inderdaad aanraad. Ik moet je eerlijk toegeven, ik was helemaal vergeten. Ik werd om gebeld en toen zei ik ook tegen die dame van, oei, nee, niet doen. Zeker niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Tanden bleken, daar hadden we het helemaal over gehad. Dus dat is wel heel erg leuk dat ik daarvoor gevraagd word. En dat ze dus vandaag eigenlijk langskomen. En dat vind ik eerlijk gezegd ook wel mega spannend. Dus ik ben nu een beetje aan het opruimen. Nou, Editie NL is geweest. Het was echt super leuk. Ik weet trouwens eigenlijk alleen niet wanneer het online gaat. Maar ik moest dus kijken naar een oude video van mezelf. En dat was zo freaking cringy. Omdat, ja, 5 jaar geleden was sowieso YouTube doen. Het werd al gedaan en zo. Maar ik vond het allemaal heel spannend. En ik wilde heel graag leuk gevonden worden. Ik wilde graag, weet ik veel, leuk overkomen. En ik was altijd heel zenuwachtig. Dan had ik een camera en ik had lampen en het zag er eigenlijk niet uit. Maar ik weet niet, het was gewoon heel heftig. Waardoor ik heel anders mij gedroeg dan ik me nu gedraag. Ik ging ook bijvoorbeeld echt altijd heel erg de hoogte in met, hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag ga ik echt iets heel... Zo, het is echt schrikkelijk dat ik dat ook volhield. Maar het was gewoon, ja, ik weet niet. Het was gewoon een beetje gênant. En ik opende bijvoorbeeld mijn video's ook altijd met, hoi, hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En mijn collega's op werk die zeiden, toen ik op werk kwam, hoi, hoi. Dus ik vond het allemaal echt vervelend. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk wel blij dat ik door ben gegaan met YouTube. Want nu voel ik me gewoon op mijn gemak. En nu gaat het gewoon helemaal prima en zo. Maar dat heeft blijkbaar, moest het van ver komen. Echt gênant. Maar nu ga ik dus die video van tanden bleken eindelijk
officieel offline halen. Ik kan niet meedoen aan zo'n rapportage en zeggen dat niemand zijn tanden moet bleken en nog wel een video online hebben staan. En wat ik ook zag, die video heeft best wel veel views eigenlijk. Dus veel meer dan ik had verwacht. Of in die tijd, 5 jaar terug, had ik... Ik had even gekeken trouwens. 4000 abonnees. Wat echt veel is. Maar voor die tijd toen, volgens mij niet of zo. Ik weet het niet. Maar ik haalde toen helemaal niet ook zoveel views. En die video heeft nu bijna richting de 50.000 views. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld deze video nu gaat krijgen. Dus dat is best wel... ja, dat is best wel veel. Dus die gaan we nu meteen offline halen. Het is inmiddels alweer 6:30. En ik ga nu even naar de Albert Heijn. En ik heb een leren jasje aan. Maar volgens mij is het gewoon te warm. Want het is... Het was vanmiddag in ieder geval 27 graden. Ik ben geen 1 seconde buiten geweest. Maar maakt niet uit. Dus ik ga nu eventjes boodschappen halen. Zico die werkt over. Dus die eet niet thuis. Dus ik ga iets eten wat Zico niet lekker vindt. Doe ik altijd. Dan zit er sowieso... Het is altijd iets vegetarisch, maar een vleesvervanger die hij dan niet lekker vindt. Of iets met bieten. Lust hij ook niet. Ik zag trouwens dat de Albert Heijn bij hun huismerk van vegetarische dingen, volgens mij heet dat vandaag vegetarisch of zo, dat zij frikandellen hebben. Boneless chicken. Cordon bleu volgens mij, I don't know. Maar ik hoop dat dat er is, want vorige keer dat ik daarnaar zocht was het er niet. Heb ik dus al eventjes niet gedaan. Dus ik ga even kijken of ik dat kan vinden. Het is me gelukt. Gaan we, het is even een kabaal hier, want ik ben dus zoete aardappelen maken. De airfryer is aan het voorverwarmen. En het gasfornuis staat aan met iets. Erop, erin, whatever. Ik heb deze gevonden. Helemaal blij. Natuurlijk een echte frikandel. Dat vragen mensen altijd aan mij. Smaakt het ook echt naar een echte frikandel? Of smaakt het echt naar kip? Of smaakt het echt naar vlees? Het is geen vlees, dus dat gaat niet gebeuren. Maar qua textuur, kruiden en een beetje dus belevenis, nou, dan snap ik dat je wel denkt aan een frikandel. Dus goed gekeurd. Oké, ik had natuurlijk vanmorgen al gezegd dat ik geïnterviewd werd. Wat er ook is gebeurd, is dat er een foto van mij is gemaakt ten tijde dat ik het flesje waar we het over hebben, namelijk waterstofperoxide, die hou ik vast. Want er wordt namelijk gezegd tegen mij, ja, ik moet een storytje maken, ik wil nog even een fotootje van jou. Ik zei, nou, is goed, dus ik... Lachen. Een paar fotootjes gemaakt. En ik heb ook niet de foto zelf teruggezien. Of het beeldmateriaal wat we gefilmd hebben, heb ik ook niet teruggezien. Maar op een gegeven moment kreeg ik opeens van super veel mensen doorgestuurd. Dat ik op de homepagina van RTL Nieuws sta. Op de Instagram van RTL Nieuws. Op de Instagram van Editie NL. Op de Facebookpagina. Op nog een blog of zo. Dat het al vooral mijn gezicht zo... met dat flesje. Nou, dat vond ik best wel een beetje irritant. En ik heb op Instagram al even een story gezet, omdat ik daar heel veel berichten op kreeg. Ik vond dat best wel irritant, want ik wist niet dat er ook een artikel getypt werd. Ik wist niet dat het op Instagram zou komen. Bij mij werd gewoon, ik werd gewoon gebeld met, hey ME, we willen je graag interviewen voor een item op tv. Dus daar schrok ik een beetje van. Ook is het een beetje, naar mijn mening, niet heel erg goed uitgelegd. Omdat mijn verhaal iets complexer is. Ja, ik heb 5 jaar geleden de domme fout gemaakt om zo'n video te maken. Die video heette First Try Thuis Tanden Bleken. En toen heb ik in die video gezegd van... Leuk, ik ga mijn tanden bleken. Dat ga ik hiermee doen. Dit heb ik online gevonden op WikiHow. Op dit. Dus allemaal dat ik van bronnen dat zelf had gevonden en dat zelf ging testen. Nou, toen werd mij dus gevraagd, wist je dat het zo schadelijk was? Ik zei, nee, dat wist ik niet met ten opnemen. En ik heb, als ik dat had geweten, zou ik het ook niet hebben gefilmd. Allemaal dat soort vragen werden er gesteld. En ik zei, nee, ik ben er echt niet tevreden over. Ik zou nooit meer zo'n video maken. En er werden er gewoon vragen gesteld. En ik had best wel een hele leuke klik met die journalist, zeg maar, die de vragen stelde. Dus we moesten gewoon een beetje lachen van, nee, dit zou ik echt nu nooit meer doen. En 5 jaar terug, ik wist helemaal niet dat influencer, dat was er toen nog helemaal niet. En we hadden gewoon heel gesprek en dan zat ik maar mee te knikken. En ja, ik weet niet, ik vond het gewoon heel erg goed of zo op zich. En ik dacht, daar kunnen ze wel een leuk item mee maken. Trouwens, toen die foto van mij gemaakt werd, toen zei ik nog, als je er maar goed bij zet, dat...
ik dit niet promoot, dus zeg maar dat ik het er niet mee eens ben, dat mijn mening is veranderd, wil ik niet zeggen, maar dat ik er gewoon niet achter sta. Prima. Ik had ook wel kunnen verwachten natuurlijk dat mijn foto opeens overal geplaatst werd. Prima. Maar ik ben dus niet helemaal eens met hoe dat hele artikel erin is gezet. Omdat ik snap ook wel dat je de leukste of de beste en het schokkende nieuws moet brengen. Maar ik vind het toch wel een beetje jammer. Want binnen 3 minuten nadat het online stond, krijg ik onder andere bijvoorbeeld deze comment. Hoe dom ben je bij editie? Zit je te lachen om die belachelijke vlog? En dan het idee hoeveel mensen je raad opgevolgd hebben. En jij zit gewoon dom te lachen. Hihi, ik verwijder het meteen. Ik had je zo hoog zitten. Maar hoe meer vlogs. En dus het zat er al aan te komen hoor, bij deze dame. En nu editioneel, hoe lager je bent gezakt. En gelukkig heb je volgers met oogkleppen op. Anders was je uitgerangeerd als vlogger. Ja, ik weet niet. Dat ik zo'n comment ook krijg. En ik heb ook gewoon gezegd. Hey Piep, ik hoop dat je. Piep is gewoon de naam. Ik ga de naam niet zeggen. Ik hoop dat je begrijpt dat er veel meer gezegd is. En dat er heel veel knipwerk in zit. Mijn teksten met dit had ik niet moeten opnemen. Ik verwijder deze video meteen. En dat heb ik ook meteen gedaan. Omdat ik hier niet achter sta. Vraag je ouders voor advies. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is er allemaal niet ingekomen. Ze hebben mij gevraagd om nog even te lachen voor de covershotjes. Dat hebben ze me ook echt gevraagd. Van, oké, nu gaan we nog even kijken. Kun je nog even lachen? En toen, ja, moest ik even lachen. En dus ik dacht, het zijn voor covershots. Dus, oké. Maar helaas is dat dus een groot deel van de aflevering geworden. En is de kritiek naar mijzelf. Want ik heb dus kritiek naar mezelf. En het advies naar wie dan ook om dit nooit te doen. Dat is helaas weggelaten. En nogmaals, het is een video van 5 jaar terug. Toen had ik inderdaad niet door wat ik deed. En ik zou het nu ook natuurlijk nooit meer filmen. Dus dat. Ik heb weer wat meegemaakt. Het is gewoon ervaring rijker. En eigenlijk moet ik nu niet het zo negatief zien. Want ik vond het eigenlijk wel heel erg cool. Wel heel erg leuk. In de zin van dat een journalist langskwam. Dat mijn vragen gesteld werden. Dat mijn... Dat ze het fijn vonden om mijn visie ervan nu te zien. 5 jaar later. 6 jaar later. 5 jaar later. Dus ja. Maar ja, het is wel weer gewoon een ervaring. Dat is chico. Chico die appt Brandon. Ik heb hem bijna niet gesproken. Vandaag hij is aan het overwerken. Als we later een kindje hebben, ga ik weer voetbaltraining geven. Dan weet je dat alvast. Kind gaat gedwongen op voetbal. En dat laatste is natuurlijk een grapje. Als ons kind op ballet wil, drumles, niks wil doen, all good. Nee, niet niks wil doen, maar ik bedoel gewoon niet op voetbal zou willen, dan is dat geen probleem. Wordt opeens heel diep. Maar dat wil ik nog even zeggen. En wat ik ook nog even wilde zeggen, die frikandellen. Ik had dus een hap genomen en dat was met saus en het was nog heel warm. Dus ik proefde niet superveel, maar daarna was het een beetje afgekoeld en heb ik het gegeten. En eerlijk waar, dit zijn de beste vegetarische frikandellen. Nog beter dan de vegetarische slager die ik ooit heb gehad. Ik heb even op Instagram gevraagd of jullie wat vragen hebben over mijn hula hoop. Mijn hula hoop bedoel ik. Sorry jongens. Sorry. Ik heb niet heel lang geleden te horen gekregen wat jullie in de intro van deze video hebben gezien. Dus happy. Ik heb op Instagram dus even een aantal vragen van jullie verzameld. Omdat ik dacht, iedere keer als ik ga hula hoopen, iedere keer als ik het vertel, als ik het laat zien, krijg ik zoveel vragen. Dus ik dacht, laat ik er gewoon eventjes een Q&A over de hula hoop van maken. Mocht je het niet leuk vinden, de video eindigt hierna. Dus sorry, maar dat is gewoon zo. Oké, even de meest gestelde vragen. Welke hula hoop heb ik? Ik heb hem gekregen. Welke het specifiek is, weet ik niet. Maar je kan ze overal verkrijgen. Mijn is van Fitness Hula Hoop. En er staat alleen maar op Weight Hoop. Maar ik weet... Dit, Weight Hoop. Maar ik weet dus, nog op de verpakking stond er gewoon Fitness Hula Hoop. Heel veel mensen hebben ook gezegd, ze zijn ook te koop bij de Action. Helemaal top. Kijk maar waar je ze kan vinden. En misschien zie je het al, want dat was de volgende vraag. Hoe die eruit ziet en of ik van die gewichten heb. En bij mij zitten er inderdaad gewichten. En die gewichten zitten aan de binnenkant.
Het gewicht is 1,5 kilo, meen ik mij te herinneren. Hij is niet zwaar, maar vergeleken met zo'n hula hoop die als kind had, is het wel zwaar. Dan even doorgaand op deze stukken. Ja, dat is aan de binnenkant inderdaad. En dat kan blauwe plekken opleveren. Heel veel mensen zeggen, nou ik ben helemaal bont en blauw. Of jezus, ik kreeg echt iedere keer op dezelfde plek weer blauwe plekken. Wat er bij mij bijgeleverd werd, als je gewoon echt een officiële goede haalt. Bij de Action weet ik dus niet of het erbij zit en hoe die kwaliteit dan is, zeg maar. Bij mij zat er een soort van sportband bij. Heb ik nooit eigenlijk gebruikt. Ik heb ook nog nooit een blauwe plek gehad. Dus ik weet niet, terwijl ik normaal gesproken echt, je hoeft me maar aan te kijken en ik ben blauw. Maar heb ik gewoon niet gehad. Ik denk misschien heb ik wat, wat mooi vet hier zitten, wat het lekker tegenhoudt. Ik heb namelijk wel, toen ik wat meer sportte, dat ik aan het afvallen was, dat ik hem veel meer op mijn bot voelde komen dan nu. Dus dat. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de main questions van het ding zelf. Dan, hoe hula hoop je? Nou, ik moet je eerlijk toegeven, als ik dat moet omschrijven, lijkt me dat heel moeilijk. Maar ik ga het even proberen te laten zien. En dan zijn ook de vragen die ik ga beantwoorden. Hoe hou je je lijf? Wat doe je om het niet saai te maken? En et cetera. En die zal ik dan eventjes gewoon nog beantwoorden. En daarna zal ik even afsluiten met wat het voor mijn lichaam doet. Of ik erover van af ben gevallen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus, let's give it a go. Zien jullie het als ik nu hier sta? Nee, moet je even iets hoger doen. Oké. Wat ik heel veel mensen altijd zie doen met die hula hoop, is dat ze echt zo gaan staan. Geen gifje van maken of zo, jongens. Dat is echt funest voor mijn carrière in de hula hoop wereld. Nee. Maar wat ik dus eigenlijk gewoon een beetje doe, is een beetje heen en weer bewegen. En bij mij komt de beweging tot stand door middel van de ene kant of de andere kant te sweepen. Nou, nu doe ik hem die kant op. En dan beweeg ik gewoon heel rustig met mijn lijf. En je ziet, je moet maar gewoon even een beetje kijken naar de beweging die ik maak. En dan zal ik even opzij gaan staan. Oh ja, ik maak misschien wel een beetje een klein kringetje met mezelf. En kon ik dit meteen? Nee, absoluut niet. Ik moest dus echt in het begin heel erg oefenen en oefenen en oefenen. En nu kan ik best wel veel dingen. Wat ik heel vaak doe, zijn bijvoorbeeld squats ondertussen. Of dat ik op één been ga staan. Of in de ronde een beetje Shakira ga proberen na te bootsen of zo. En dat doe ik eigenlijk allemaal een beetje om het niet saai te maken voor mezelf. En om de moeilijkheidsgraad nog een beetje omhoog te brengen. Wat ik wel ten alle tijde doe, en dat is de reden dat ik ook een beetje buiten adem raak, is dat ik ten alle tijde mijn buik, ja dat zul je niet zien, maar dit hou ik ten alle tijde aangespannen. En mocht je niet weten hoe je je buikspieren aanspant, ja, ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Ik trek mijn navel ook een beetje in. Met squatten doe ik dat met mijn billen ook nog een beetje nog aan de bovenkant, dan squeeze ik. Dat zijn een beetje dingen die ik doe. Ik ben trouwens geen fitnessinstructrice of heb hier iemand anders om hulp gevraagd. Dit is gewoon wat ik als leek doe. Het is niet zo'n, het is ook niet een super prachtig beeld, want je vel wordt gewoon opzij gesweept. Maar ik zal het even laten zien wat er dus gebeurt. En onder andere wat je nu dus raakt met je hula hoop, dat train je wel een beetje. En ik heb nu echt een hele verschrikkelijke thuisbroek aan, dus het ziet helemaal niet flatterend. Maar dat is wel het gebied wat je echt nu aanpakt. Wat ik dus merk door het hula hoepen, is dat ik, ik heb al voor mezelf namelijk een zandloperfiguur, maar dat benadrukt werd. Dus ik kan echt wel stellen dat dit hier slanker is geworden. Ik zou wel echt wel een centimeter of 2-3 kunnen verliezen door dit te blijven doen. Daar geloof ik heilig in, want ja, dat heb ik gewoon gemerkt. Duur. Hoe lang doe ik dit? Ik begon echt met kijken hoe lang ik het vol kon houden. En ik ging gewoon blijven proberen meer te doen, meer te doen, meer te doen. Het is dus absoluut niet zo dat ik vanaf het begin het al zo lang vol hield als dat ik nu doe. Absoluut niet. Maar wat ik nu aanraad, fijn vind en volhoud. Ik kan trouwens veel langer. Ik denk dat mijn record, ik zou het echt langer dan een uur vol kunnen houden, denk ik.
Maar wat ik dus aan workout doe, is een kwartier die kant op en een kwartier de andere kant op. Als je de andere kant op gaat, en dat is een kant die ik moeilijker vind dan die kant op, dan voel je echt hele andere spieren. Wat logisch is natuurlijk, want je doet een andere beweging met je lijf. Maar dat is wat naar mijn gevoel echt werkt. Dat je echt alles daar pakt. Dus dat is gewoon echt heel erg nice. Oké, ik denk dat het heel irritant is geweest om naar te kijken. Sorry. Maar ik wilde gewoon even dat jullie goed konden zien hoe ik beweeg. Dan nog even een paar snelle vragen tussendoor. Hoe duur was je hoep? Geen idee. Maar je kan dus van alles vinden. Hoe ben jij begonnen? Mijn moeder. Mijn moeder die heeft altijd dit soort dingen. Die zit dan op internet te vinden. Die heeft dit weer gezien. Die wilde het doen. En ik pakte hem altijd bij mijn moeder. En toen kreeg ik hem voor mijn verjaardag. En heel veel vragen waren over afvallen en et cetera, et cetera. Wat ik net dus zei. Ja, ik heb echt wel wat centimeters. Centimeters is veel trouwens hoor. Maar millimeters wel verloren in mijn middel. Ik heb het nooit gemeten. Dat is iets wat ik vroeger heb moeten doen en een heel slechte herinnering aan heb. Dus nee, dat maten vind ik niet belangrijk. Centimeters vind ik niet belangrijk. Maar ik voelde me beter en ik zat beter in mijn vel. Ik zat beter in mijn broeken, letterlijk. Wil je echt, echt afvallen? Moet je eerst maar kijken of dat wel gezond is voor jou. Of je moet afvallen. Of hoe dan ook. Raadpleeg daarvoor even wat mensen. Wil je gewoon lekker gezond bezig zijn? Dat is gewoon een insteek die ik nu even wil delen of zo. Dat vind ik wat belangrijker. Dus wil je gezond aan je lijf werken, aan je gezondheid werken, dan is dit een hele leuke sport om heel gemakkelijk thuis te doen. Je kan hem ook uit elkaar halen en heel makkelijk opbergen. Dus dat is echt mega handig. Het is leuk. Ik zit ondertussen op mijn telefoon. Ik kijk een serie op tv. Het is gewoon echt super easy om te doen. Oortjes in, whatever. Wat het trouwens heel leuk maakt is als je er op een gegeven moment goed in bent. En dat je een beetje gekkigheid kan doen. Dus ja, dat is eigenlijk alles een beetje over die hula hoop. Dus ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen helpen. Mochten er toch nog meer vragen zijn die ik niet heb beantwoord, laat ze weten in de comments. Dan kan ik die natuurlijk beantwoorden. En mochten er die zijn gekomen, zou ik het leuk vinden als je dan een O in de comments achterlaat. Als een zin van een hoop. Een hula hoop. Oh ja, trouwens, heel veel mensen zeiden, oh my god, je bent zo erg afgevallen door hula hoepen. Ik sportte ook naast hula hoepen, zeg maar. Dus ik was gewoon echt heel erg met mijn lijf bezig. En dat ben ik op het moment nul. Dus ik pak het hula hoepen weer op en ook weer binnenkort sporten. Ik heb namelijk een beetje op mijn piep gekregen van mijn arbeidsarts dat ik weer wat minder ben gaan sporten. Dus dat moet ik weer oppakken. Dus sporten is gezond. Het is healthy. Je hoeft het niet te doen om af te vallen. Het is gewoon goed voor je koppie. En ja. Bedankt voor het kijken, lieve schatten. Een O dus achterlaten in de comments. Doeg!